Een prachtige overwinning hè, vanavond. Ja, was ook nodig. Gisteren was zuur, zonde. En ik denk dat we vandaag toch wel verdiend gewonnen hebben. Wat gebeurde er gisteren in Luik? Ja? Wat gebeurde er in Luik? Ik denk dat we toch wel een goede pot speelden. Maar je had een aantal momenten in de wedstrijd waar je het heel snel weggeeft. En dan je komt 3-2 voor, 3-4 minuten later sta je 5-3 achter. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Ja, dan wordt het tegen Luik altijd heel lastig. Dan kom je nog op 5-5. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon wie de eerste maakt die wint. Dus ik denk dat we gisteren op zich ook wel een hele goede wedstrijd speelden. Alleen onszelf niet belonen. Ja, je kruipt na wekenlang. Kruip je weer. Hij staat erop, hè, dus kan die ja, ja, na wekenlang kruip je weer op het ijs. Wat was dat voor een gevoel? Heel onwennig. Ik heb de eerste 4 weken niks mogen doen, dus conditioneel is nog wel even aanpoten. Maar ik ben heel goed geholpen geworden door Zürich Boxheil, fysio. Bijna iedere dag heb ik daar mee getraind. En ik zou anders, als ik dat niet gehad had, had ik daar niet gestaan gisteren. Dus het was wel heerlijk om op de ijs te staan gisteren. Ik wou net zeggen, als sportman moet dat toch heerlijk voelen. Zeer zeker in aanloop naar iets belangrijks. Ja, nou het was eigenlijk niet de bedoeling om gisteren gelijk zoveel te spelen. Maar op zich voelde het goed aan. Dus en het kwam me net ook uit dat Tom Marks eerder naar huis moest. Natuurlijk voor een hele mooie belevenis voor hemzelf. Proficiat Tom trouwens. Hij is vader geworden? Hij is vader geworden, ja. Dus hij is nu eindelijk verstandig, hoop ik. Nee, en ja, weet je, het werd wat meer gisteren en het was wat meer vandaag. Maar in principe, op het einde werd het wat spannender. Maar op zich is het prettig om dat nu te hebben dan volgende week. Maar die feeling van vandaag, die neem je natuurlijk mee. Want ja, heb je bijvoorbeeld extra ijstijd gepakt vandaag? Nou, ik had juist gehoopt iets minder ijstijd te hebben. Nee, flauwekul, maar... Je moet gewoon in het wedstrijdritme weer komen. Dus dat is toch wel, als je een aantal weken eruit bent, is dat het lastigste. Je kan wel meetrainen en je merkt gewoon dat de handen iets minder zijn. Weet je, het schaatsen, het mee met de jongens. Ik heb toch 6 weken ben ik in de kledelokaal geweest. Dus je gaat dat op een gegeven moment wel missen. Dus ik was erg wel blij dat ik gisteravond weer in de kledelokaal zat. Waarom ik het mee moet doen, het shirt van de Ieters weer mag aantrekken. Dat voelt toch altijd wel heel erg goed. Maar het scoren ben je niet verleerd, hebben we gezien. Nou, af en toe met de ogen dicht. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Ja, nou, voor even vooruitkijken naar volgende week. Dan wordt een big match, die bekerfinale in Den Haag, uitverkocht thuis. Vele geleden gaan mee met jullie. Wat denk je ervan? Mooi affiche toch? Ja, dat dacht ik. En als je ziet naar de competitie Benelink, dat is een competitie geweldig. Iedereen kan van iedereen winnen. Ja, dus het ook gaat een beetje om de vorm van de dag. Wij hebben aangetoond dat we een van de betere teams zijn in de competitie. Dus weet je, Den Haag is altijd lastig, maar we nemen als het goed is 600 Geleense fans mee. Dus dat voelt een beetje als een thuiswedstrijd. En we gaan er alles aan doen deze komende week om ons heel goed voor te bereiden. En ik heb er eigenlijk wel alle vertrouwen in. In ieder geval, je hoeft in ieder geval geen wedstrijd meer te spelen van tevoren. Nee, dat is al een gunst, hè? Dat scheelt al een stuk, ja. Dus we kunnen de hele week kunnen we ons voorbereiden op Den Haag en een hele mooie finale ervan maken. En ik hoop met een hele mooie uitkomst. Degenen die er niet bij waren vandaag, zijn die er dan wel bij? Op degene waar we van weten dat dat toch niet lukt. Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Tom zal aansluiten. Ik hoop op de rest. Noordi? Noordi zal natuurlijk wel aansluiten, denk ik. Het is jammer dat toch wel Luca en Mitch langdurig geblesseerd zijn. Maar weet je hoopt juist dat soort momenten. Ik draai al een tijdje mee, maar dat zijn echt wel de momenten waar je eigenlijk het altijd voor gedaan hebt. Om dan daar het ijs op te schaatsen. Er was niks vervelender dan hier die finale niet mee te mogen doen. Dus weet je, dat gun je niemand. En dat zeker die Geleense jongens niet, die echt hard voor de club hebben. Die er eigenlijk alles aan doen om hier het ijs te staan. Maar uiteindelijk, als wij hem weten te winnen, dan hebben zij ook gewonnen. En die Geleense fans die gaan niet voor niks, hè? Nee, we gaan ons uiterste best doen. Het wordt absoluut niet makkelijk, maar we gaan ons stinkende best doen. En ik denk dat we een hele goede kans maken. Wil je nog wat zeggen tegen de fans? Eerste camera. Wil ik nog wat zeggen tegen de fans? Nou ja, eerst is het sowieso wel fantastisch dat jullie aankomende zondag allemaal in groot getal naar Den Haag gaan. Ik hoop dat jullie heel luid zijn en achter ons gaan staan. En dan zorgen wij dat we een mooi feestje hebben aan het einde van de wedstrijd.